iedereen en welkom eindelijk weer bij een nieuwe video. Ik weet dat het echt 2 maanden geleden is of zo voordat ik voor de laatste video heb gedaan. En nou ja, er zijn verschillende redenen om. Ook van, ik wist niet goed meer of het wel een leuke serie zou zijn. Ik had geen inspiratie meer. En ook, ik was veel bezig met school. Maar nu heb ik mijn draai weer gevonden en kan ik weer bezig gaan. En ja, nou ja, deze video is een beetje gewoon heel kort om wat veranderingen bij jullie in te brengen, zodat jullie het weten. En nou ja, ten eerste, ik ga niet stoppen met Clash of Clans. Zijn er wel een paar gedacht dat ik gewoon mijn kanaal helemaal Minecraft zou maken. Dat is niet waar. Ik heb echt gisteren net weer een manier gevonden om Clash of Clans op te nemen. Want zoals jullie waarschijnlijk nog weten, heb ik jullie verteld dat hoe ik het eerst opnam, dat dat niet meer werkte, omdat de kabel stuk was of zo. Maar nu heb ik dus weer een manier opgenomen. Dan neem ik het op mijn mobiel in plaats van met de iPad, wat ik eerst deed. Maar ja, in elk geval blijf ik gewoon Clash of Clans posten. Maar verder ook ga ik heel veel Minecraft doen. Gewoon omdat ik denk dat ik daarmee veel meer verschillende thema's en zo naar jullie kan brengen. En dan ben ik nog met iets bezig. En nou ja, zoals jullie weten ben ik best wel fan geworden van Factions. Ik speelde echt voor 3 maanden of zo, wel langer, op een server, Apexus MC. Alleen de laatste tijd dacht ik echt zo van, saai, begint me niet leuk meer te worden, veel te weinig mensen en zo. En toen keek ik ook net op de website en dan zeiden ze, wat wij al heel lang dachten, dat de server gesloten wordt. En toen besloot ik met een paar vrienden om een eigen faction server te maken. En daar zijn we nu. Dit is de spawn dan. En nou ja, is nog niet af natuurlijk, maar we zijn er nog mee bezig. Hij gaat Vesparum Factions heten. Wordt een raiding server. En later, hopelijk, kunnen we natuurlijk meer hubs of realms, wat dan ook, gaan toevoegen. In elk geval, nou is het alleen nog dit. Dan span je hierin. Dit is dan ook meteen de Factions wereld. Nou, en dan komt er binnenkort een trailer. Maar ik kan jullie alvast een beetje laten zien hoe het eruit ziet nu. We zijn nog volop overal mee bezig. We zijn ook zelf plugins aan het maken. Hier bijvoorbeeld voor de shop. Dan is een goede vriend van me is bezig om een eigen shop plugin te maken. Dat wordt helemaal geweldig. Hij gaat waarschijnlijk ook nog een eigen chat plugin maken. Nou, en we zijn ook bezig met kits erin te zetten. En nou ja, gewoon heel veel nog mee bezig. Maar ja, daar zijn we gewoon mee bezig. En heb ik heel veel zin in als die eindelijk af is. En nou ja, ik moet jullie helaas wel zeggen dat als die af is, hij niet meteen open gaat. Het is natuurlijk gratis om op te spelen en zo. En nou ja, voor degenen die echt in factions zitten, hier, dat laat ik nou nog niet zien, want het is nog niet af, maar hebben we ranks. En nou, in tegengestelde van heel bekende faction servers en ook de faction server waar ik op speelde tot voor kort, waren de ranks heel duur. Nou ja, en hier is de goedkoopste rank 5 euro en de duurste 60 euro. En nou, bij die andere servers was de goedkoopste ongeveer 15 en de duurste 250. En hier krijg je dus voor 60 euro hetzelfde als wat je daar voor 250 krijgt. Gewoon omdat wij vinden dat het anders echt te duur wordt en het best wel afzetterij is. En ja, dan blijft het ook gewoon leuker in de hele game en zo. Maar voordat we de server open gaan zetten, nou moeten we natuurlijk nog beta testen. En nou ja, we zoeken nog een paar beta-testers. Dus nou ja, ik ga denk ik vooral mensen die ik ken toelaten voor beta. En ik denk dat we hem daarna ook gewoon nog een keer gaan resetten. Voordat als de server helemaal open gaat, dat dan iedereen een gelijke kans heeft. En niet de beta-testers al meteen dikke voorsprong hebben. Al de Ender Dragon gedood hebben en zo. En allemaal basissen al hebben, spawners. Want ja, ik heb er echt gewoon heel veel ideeën, dat prop ik hierin.
Wordt volgens mij heel gaaf. En verder ga ik ook nog gewoon allemaal Minecraft series doen. Modpacks, Skywars bijvoorbeeld weer. En nou, met Clash of Clans ga ik waarschijnlijk een War serie doen. En alleen, ik heb wel bedacht dat omdat deze server niet uitermate Nederlands gaat worden. Dus het wordt niet echt een Nederlandse server. In de public chat moet je wel Engels praten. Heb ik bedacht dat ik de serie die ik ga maken voor Factions, dat ik die in het Engels ga doen. Maar dat moet ik nog maar even zien. Misschien ga ik gewoon twee video's van de serie maken. Eén in het Engels en de ander in het Nederlands of zo. Man, ik ben op zich wel goed in Engels. Alleen ik weet niet of mijn uitspraak zo geweldig en vloeiend is. Dat is een beetje het probleem. Maar nou ja, het is beter voor de server als ik het in het Engels doe ook. Want dan kunnen ook Engelsen, die zijn dan eerder geneigd om een video te kijken en op de server te spelen. Maar ja, nou ja, dit is het alvast een beetje. Hopelijk zie ik jullie uiteindelijk op de server. Hopelijk hebben jullie ook weer zin in de hervorming van het kanaal. Dat ik eindelijk weer video's ga posten. En ja, zie ik allemaal weer een andere keer.